Welkom op de presentatie die ik gaf op de Future of Bitcoin Conference, 5 oktober 2024. Dit is de Alles voor Bitcoin podcast. Vandaag hebben we het over de Fiat Hamster Wheel en John Law. De slides zijn in het Engels voor diegenen die op die manier willen meevolgen. We beginnen natuurlijk met wie was John Law? Het was een schot van uh, oorsprong, uh, is geboren in Schotland. En die uh, werd geboren in 1671. En die was eigenlijk. Ja, te werk gesteld op de duur door de Franse koning. Hij is eigenlijk de uitvinder van wat we de moderne manier van um, papiergeld kunnen noemen, of papiergeldgebruik kunnen noemen. En ook een beetje de uitvinder van central banking op een andere manier. Niet letterlijk central banking, maar ja, heel, heel dichtbij. Um, hij is vooral bekend omdat hij echt wel ja, voor die tijd briljante inzichten had in economie. En vooral over value itself. Dus de waarde was wel iets dat hij ja, echt onder de knie had. Dat zal nog blijken. Die man die kost ons nog steeds geld op een bepaalde manier, trouwens. Maar dat zien we nog wel. Hij is eigenlijk dus de grondlegger van wat we nu fiat geld kunnen noemen. Nu, uh, die heeft een heel bewogen leven gehad. Ze zouden we er eigenlijk een uh, film van kunnen maken, want die heeft op een bepaald moment een uh, meneer gedood in een duel. En die, uh, dat duel ging eigenlijk over een edele dame die uh, ja, de moeite moet zijn geweest, want hij had daar dus uh, iemand rond uitgedaagd en die man ook effectief omgebracht. Hij werd daarvoor veroordeeld, ter dood veroordeeld zelfs, maar door zijn uh, ja, gladde tong, zullen we maar zeggen, en door wat geld toe te stoppen, hiernaar is hij te kunnen ontsnappen, toch vermoeden we. En uh, hij komt terecht in Frankrijk en Italië. Um, de meneer die hij uh, vermoordde, was Edward Bow Wilson. En, um, maar goed, hij was dus eigenlijk ook een, een gokker. En hij komt uiteindelijk. Terecht in bijvoorbeeld casino's in Italië, waar hij altijd hetzelfde doet. Namelijk, hij komt over als iemand die een beetje dom is, met de nodige uh, pompeuze klederdracht. Zelfs voor die tijd. En uh, ja, wat vrouwen rond hem heen. En hij wil eigenlijk een beetje ja, de, de domme, pofferige uh, edelman spelen, waar uh, iedereen wel misbruik van kan maken aan een uh, goktafel. Maar uiteindelijk uh, ja, kleedt hij het zo in dat hij meestal de bank kan spelen. Paradoxaal genoeg, en uh, dat is iets dat hij in zijn leven wel vaker deed. En die man die gaat dan de bank spelen, waardoor hij een 16-17% advantage heeft in een of ander game dat men uh, toen vaak speelde. Een soort van Franse poker, toen Baccarat noemde dat. Um, we weten ook dat hij in 1701 kort in de gevangenis belandt in Frankrijk. Voor wat weten we niet, uh, helemaal. Maar hij is ook bekend en gezocht geweest in Italië, omdat hij daar het loterijsysteem eigenlijk ging gamen. Hij had een manier gevonden, mathematisch gezien, om die loterijwinsten binnen te rijven zonder al de ticketjes te moeten opkopen. Hij had dus eigenlijk wel wat inzichten en hij was een beetje een hacker van die tijd. Hij had ook een goed financieel een economisch inzicht. Hij schrijft bijvoorbeeld op een bepaald moment de beroemde vergelijking tussen diamanten en water. Waar hij zegt: van ja, als water levensnoodzakelijk is, waarom is dat dan minder waard dan een diamant, die veel meer waard is, maar niet levensnoodzakelijk is? En dat soort vragen stelt hij zich in zijn boeken. Hij is dus geen dommerik. En um, die, uh, die extravagante manier van leven uh, die gaat eigenlijk door, zodat hij eigenlijk heel vaak, um, ja, moet ik het zeggen, Ideeën krijgt, maar ook vaak moet gaan lopen. Nu, het grootste idee dat hij op een bepaald moment uh, krijgt, is eigenlijk, uh, komt eigenlijk van zijn vader, die een goudsmid was. En die vader die, uh, die had soms uh, papieren nodig van mensen die hem goud hadden aangeleverd om bijvoorbeeld sieraden te maken. En uh, daar leerde hij van dat eigenlijk de belofte om goud of een sieraad terug te krijgen op zich ook veel waard was, want dat papier. Um, die te goeden. Die gebruikte die man ook weer om ja, extra leningen te kunnen aangaan of mensen te betalen zelfs. En hij had daar veel van geleerd, omdat eigenlijk, uh, ook al hadden ze niet veel goud in huis, soms, of net wel heel veel goud in huis, ze hadden altijd nog meer van die papiertjes in huis. Um, hij is dus een meester op een duur in het, uh, ja, het gebruik maken van een soort van uh, zwakte in een systeem en we kunnen hem eigenlijk een beetje een financial hacker en gambler noemen. Um, wat hij ook dus zei is, de prijs van een goed is niet uh, in orde van de kwantiteit, maar van de orde van de proportie van de vraag. Nu maken we een klein sprongetje, want uh, wie John Law was hangt samen ook met de tijd waarin hij leefde, het geld in Frankrijk. Nu ja, het uh, het papiergeld, de historie daarvan moet ik niet uit de doeken doen voor bitcoiners en voor mensen die uh, hierin geïnteresseerd zijn, denk ik. Maar heel kort, uh, elke nieuwe dynastie, in, ja, tot zover terug, in uh, duizenden jaren geleden in China, moest eigenlijk door een andere stempel worden bekrachtigd. Dit is een van het eerste papiergeld dat ooit is teruggevonden, de Xiaoji. Als ik dat goed uitspreek uit de Song Dynastie. En eigenlijk wat we hier kunnen van. Uh, van meenemen is dat uh, er niet altijd genoeg goud was om die uh, ja, tekorten, bij economische groei ook, tekorten gaan, uh, in, in goudmunten te, te gaan compenseren. En men ging dat dus eigenlijk gaan, ja, uh, te goeden gaan opschrijven, echt op een papier. En uh, daar stonden de nodige stempels op en zo verder. Nu, dat is eigenlijk een beetje de historie van goud. Nu, in Frankrijk had men... Le livre, en dat was eigenlijk uh, ja, de currency van, 17, uh, van 730 tot 1716. En dat was meestal in de vorm van een coin, van een muntje. En die munten die sleten wel eens af. Uh, we hebben er hier een mooi exemplaar. Uh, maar uh, ja, die. Hadden ook verschillen, namelijk afhankelijk van de plek waar die werden geslagen, hadden die meer of minder kwaliteit. En men had ook um, verschillen in kwaliteit door andere redenen, namelijk dat men, um, moet ik het zeggen, daar kon van afschaven of die proberen na te maken met goedkopere metalen en zo verder. Dus je was nooit zeker van ja, is dat muntje nu eigenlijk hetgeen waar het voor staat qua waarde. Je kon dat ook moeilijk verifiëren, want ja, is het afgesleten door gewoon. Uh, natuurlijke slijtage, of is het afgesleten of lijkt het afgesleten doordat er iemand een stuk heeft afgeschaafd? Uh, toen kwam Jean Varin op het toneel, dat is iemand die in Luik is geboren en die heeft eigenlijk een oplossing daarvoor. Die heeft een oplossing om eigenlijk die coins mooi bijna perfect rond te maken, daar ook inkepingen in te geven aan de zijkant en eigenlijk een soort van snel verifieerbare. Uh, ja, laat ons zeggen, bitcoin te maken van zijn tijd. Namelijk iets dat, wanneer je als marktkramer dat vastnam, kon je meteen zien van, kijk, is dit een echte coin? Is die afgeschaafd of niet? En is die waard wat het waard zou moeten zijn? Um, hij maakt daar een machine voor, waardoor men dat eigenlijk ja, bijna perfect kan doen. Hij wordt ook goede vriendjes uh, met het koningshuis... En ja, uiteindelijk vindt hij op die manier een soort van bitcoin uit van zijn tijd. Een verifieerbare munt eigenlijk. Dat is heel belangrijk voor het vertrouwen van die munt. Dat is hier de key. Omdat men ja, vertrouwen was aan het verliezen in die muntjes. Omdat het toch allemaal ja, vuil, afgeschaafd en minder waard was. Frankrijk zat ook torenho met torenhoge schulden. Dus het is wel tof dat men dan een zogenaamde louis d'or, zoals men dat noemde, uitvond. Zo ziet zo'n coin eruit. Met de afbeelding van de vijf jaar oude Louis XIV. En die gaat eigenlijk, ja, een, hij is een sculptuurbouwer, hij, hij gaat ook beeld houden en zo. Maar uiteindelijk is hij de uitvinder van dit soort coins. We gaan daar niet te lang bij stil blijven staan. Hij, ver, ja, hij herstelt eigenlijk het vertrouwen in de munt, letterlijk. Hier zijn nog voorbeelden. Uh, de publieke Louis Doors waren in grotere oplagen geslagen dan de, uh, laat ons zeggen, de, de commemorative uh, coins de, die voor uh, bepaalde gelegenheden, gelegenheden werden geslagen. Nu, um, dat is eigenlijk een hard money van die tijd. Zo'n Louis Door kon je verifiëren en die was ja, waard wat het waard was, omdat het dus uit een hele grote oplage... Een samenstelling van goud bestond. Frankrijk zit op dat moment enorm in de schulden. Ze hebben niet alleen de ene oorlog na de andere uitgevochten. Ze hebben niet alleen legers en huurlingen moeten inhuren en betalen met goud, maar ze hebben ook enorme schulden aangegaan. Ook onder andere om het Paleis van Versailles te bouwen en te renoveren. Dus ook het taxisysteem is op dat moment enorm onderhevig aan. Um, ja, laat ons zeggen, corruptie. Bepaalde mensen moeten enorm veel tax betalen, terwijl dat de allerrijkste zo goed als niks moeten betalen en er nog geld bovenop krijgen ook. Um, ja, doet ons aan iets denken. En ja, uh, dat systeem staat eigenlijk op instorten. Nu komt John Law terug op het toneel. Want John Law had natuurlijk met zijn briljante mind om dingen te gaan uh, exploiteren, een idee. Hij wilde eigenlijk Frankrijk uit de schuld halen. En dat wilde hij echt. Dus de geschriften die later zijn teruggevonden... Het is niet dat hij zegt van oh, ik ga de Franse koning eens oplichten of wat dan ook. Nee, hij meent dit echt. Hij wil een, um, met de kolonisatie die opstart... ...wilt hij eigenlijk ervoor zorgen dat Frankrijk zijn schulden worden overgenomen. Hij is ondertussen zelf vrij bemiddeld en, ja, zeg maar, rijk geworden... En, excuseer, en de livre had ondertussen 80% van de waarde verloren voor het volk. Nu, hij is goede drinkenbroers, zullen we maar zeggen, met de Duke of Orleans, de Prins van Orleans. En die gaat eigenlijk samen met zijn private bank een soort van systeem opzetten. Le Système Law noemt dat. De systeem is het. En hij gaat eigenlijk zeggen: van we gaan die schuldenis managen. We gaan hem. Strategie gebruiken die ik van mijn vader heb geleerd. We gaan eigenlijk hetgeen dat we in um, Orléans, want dat gebied was Frankrijk toen aan het, aan het ontginnen en het aan het koloniseren. En daar gaan we toch veel ertsen uithalen. IJzer, goud, zilver, noem het maar op. Dat komt daar allemaal uit. En we hebben dat nu nog niet in handen, maar we kunnen daar al wel papiertjes voor beginnen uitschrijven. Maar ook het land zelf, stukken land die we hier gaan. Ooit kunnen verkopen of uithuren uh, aan de banken en aan de mensen zelf, kunnen we nu al gaan ten gelde maken. En hij gaat daar paper money, papiergeld, voor laten drukken en dat moet gebacked worden als onderpinning door land, goud, zilver en, heel belangrijk, beloftes van de overheid. En hij doet dat niet zomaar. Hij heeft het idee om een landbank op te, lichten, op te richten, moet ik zeggen. Um, die wil dus eigenlijk zeggen: van kijk, we gaan ons geld maken, maar daaronder zit land. Land met al zijn opbrengsten. En dat is op zich niet zo'n slecht idee, want dan heb je het munt die gebacked wordt, niet door beloftes alleen, maar door effectief bijvoorbeeld een stukje land hier of hier of hier. Hij stopt daar ook zijn eigen geld mee in. We zien hier een spotprint trouwens. Van John Law uh, met zijn beloftes. Uh, le systeem de Law komt dus in voegen. Zijn eigen private bank, Bank General, was uh, ook opgericht in 1716. En heel belangrijk, hij steekt er zijn eigen geld ook in. Dus hij doet niet alleen die belofte en hij zet dat systeem niet alleen op. Hij gaat ook echt zeggen van kijk, Um, ik ga daar ook mijn eigen geld in steken, want ik geloof hierin. En dat uh, blaast natuurlijk het nodige vertrouwen in uh, dat systeem. Nu, die bank wordt snel omgeswitcht uh, van naam naar de Banque Royale. En die, um, ja, die beloftes, zullen we zeggen, uit de Louisiana Area, die gaan eigenlijk resources zijn: land, goud, uh, kolen en ijzer. En dat wordt eigenlijk de strategie om Frankrijk zijn schulden te gaan overnemen. Want dat is iets heel belangrijks. Hij zegt, kijk, ik ga hier met mijn shares, die hier worden uitgegeven, ik ga hier beloftes maken die nogal stevig zijn, ik ga hier 120% annual return geven. Um, en hij print er um, ja, alsmaar shares bij. Um, nu... Het Franse parlement is daar eerst wat tegen. Die vinden die methodes nogal raar, maar uiteindelijk uh, gaan zijn vrienden het ermee door pushen. En doordat de staat en het parlement daar eigenlijk ook achter gaan staan, pompt die uh, nog meer vertrouwen in dat systeem. Dus nog meer mensen zeggen: Ja, kijk, wat die man hier van plan is, is niet zo slecht. Hij stopt er zijn eigen geld in, um, die kolonisatie. Uh, die gebeurt ook echt, dus dat land is er wel degelijk, dat is vrij tastbaar. Mensen komen ook terug van die landen en zeggen ja, daar is inderdaad goud, uh, daar kan inderdaad wel iets gebeuren. Dus het uh, vertrouwen wordt enorm opgepompt en hij begint dus echt uh, ja, grote beloftes te maken daar rond. Je kan ook zeggen dat dit uh, systeem de loi het begin is van de echte kolonisatie op grote schaal, waar men, zoals u ziet, de gronden in de... Um, extractie doet in het zuiden, en dat allemaal in het noorden laat terechtkomen, dat terzijde. In 1718 komt dus eigenlijk dat vertrouwen helemaal terug. De mensen zeggen van kijk, um, je bent hier effectief de schulden van Frankrijk aan het overnemen. En hoewel dat er nog ja, de oude no Nobelen er blijven tegen zijn. Die proberen dat ook te saboteren, dat systeem, om hun eigen macht te behouden. Maar hun systeem is eigenlijk dood, omdat dat, ja, dat vertrouwen was al lang weg in wat zij deden. Altijd maar proberen muntjes bij te printen. En ja, deze man die heeft uiteindelijk echte beloftes daarachter steken met echte returns die zouden komen. Um, nu, eerst zegt het parlement uh, via de oude nobiliteit nog van ja, kijk, we gaan die papieren, notes die er zijn, van. Um, dat schema gaan we eigenlijk niet aanvaarden om uw belastingen te betalen. En dat leidt dan weer tot uh, grote revolte, omdat al heel veel mensen die papieren hadden gekocht en dachten dat ze daar ook hun taksen mee konden betalen. Uh, dat komt dan later. Maar zo ziet zo'n papier eruit, trouwens. En ja, de, de waarde die dit heeft, is niet zomaar alleen papier. Hij steekt er zijn eigen geld in, zoals gezegd, maar ook de Duke d'Orléans doet dat, en grote bankiers. Goud en zilver steekt daaronder als uh, onderschrijving. En natuurlijk leningen die door de overheid worden gegarandeerd. En ook natuurlijk de aandelen van die Mississippi en Louisiana Company, de Compagnie d'Occident. Um, dus dat zijn echte waardepapieren. eigenlijk. Hè. Dus daar zit wel degelijk iets tastbaars onder. Dat ligt natuurlijk de grond voor fractional reserve banking en de eerste systemen van een soort van centrale bank. Het enige dat het miste, want ze printen geld, ze kunnen zelf geld uitgeven, ze geven die beloftes en ja, ze spelen alle rollen eigenlijk van een, centrale, een moderne centrale bank. Op één ding na, de lender of last resort. Dat zat er toen nog niet, maar ze zetten ook regels zelf, want daar komen we toe. John Law wordt altijd maar machtiger. Maar eerst even kijken naar wat die Mississippi Company doet, want die onderliggende waarde was vooral gestuurd door de waarde van die Mississippi Company. Um, nu, die uh, eerste investeerders die kregen een hele goede deal. Dat waren zijn vrienden. En die konden die shares kopen um, met een soort van DCA-systeem. Dollar Cost Averaging. Uh, maar dan Bill D'Etat. Uh, of liever Averaging, zullen we maar zeggen. En die konden 10% elke maand kopen... Maar 100, 10% meteen krijgen. Ja, tegen zo'n deal kon je natuurlijk geen nee zeggen. Zeker niet als je dan ook nog eens 120% return daarbovenop zou krijgen. Dus je maakte met 10% investering elke maand al meteen 120% per jaar. Dat, uh, ja, dat lieten vele mensen niet liggen. Die stapten daarin en natuurlijk, de prijzen gingen pijlsnel de hoogte in. Op een maand tijd ging dat van 2700 naar 5400 livres of 5500 livres. Um, dat Pompt de prijs natuurlijk enorm en op zijn piek gaat dat rond de 10.000 livres tegen september 1719. Um, mensen begonnen ook gouden ringen, sieraden en schilderijen en noem het maar op te verkopen om hiermee in te kunnen stappen. De FOMO hier moet enorm zijn geweest. En um, ja, men blijft maar bijprinten. La, ondertussen wordt hij een sleutelfiguur in die uh, overheid. Hij is minister van Financiën, hij is een minister van uh, Buitenlandse Handel, hij is de centrale bankier, eigenlijk. En hij kan ook zelf geld bij blijven printen. Hij blijft ook die enorme winsten beloven. En hij gaat ook. Tegelijkertijd, en dat is zeer belangrijk, de enorme schuldenlast van Frankrijk overnemen. De deal is dat hij al die taken krijgt wanneer hij de schulden van Frankrijk mee begint af te lossen. Wat hij ook effectief begint te doen. Het is ook heel belangrijk om even te vermelden dat het publiek zelf meer vertrouwen had in zijn uh, bildetas, maar ook zijn uh, notes, dan in de eigenlijke munt. Het was dus echt financieel onstabiel. Dus de, de moment dat hij uh, daarin komt en, en die rollen begint op te nemen, is een moment waarop Frankrijk ja, een beetje in dire straits zit. Tegen december 1719 moesten dus voor grote transacties deze soort papieren worden gebruikt. Nu. Je krijgt daar ook 5% tax premium toe. Dus je kreeg nog korting op je taxatie ook wanneer je dat ging gebruiken. En hier begint eigenlijk de centrale bankierrol van John Law. Hij zet zelf regels. Je mag je belastingen mee betalen, je krijgt 5% korting. En um, hij wilde eigenlijk die, dat vertrouwen behouden door allerlei regeltjes te gaan invoeren. Hij had natuurlijk enorm succes, wat hem ook ja, zelf steeds rijker maakte. Dat is ook belangrijk om even te vermelden. Hij deed dat niet zomaar uit zijn goed hart omdat hij Frankrijk wilde helpen. Hij had op een duur 29 kastelen. Um, deze bijvoorbeeld Le Place Vendome, voor de mensen die daar al zijn geweest, dat is een hele mooie streek in, in Parijs. Um, ja, ongeveer alles daar was, ofwel van zijn bank, ofwel van hemzelf. En uh, ja, het hoeft geen betoog dat die man uh, zeer bemiddeld was. Nu even kijken wat er met het vertrouwen gebeurt in uh, dit Fiat hamsterwiel. Uh, voordat John Law in, op het toneel komt, was eigenlijk de koning en zijn uh, entourage in en de overheid gewoon failliet. Of virtueel failliet. En de mensen hadden enkel nog vertrouwen in die gouden coins, die perfecte ronde coins. Na of tijdens John Law zijn systeem, uh, was er Fiat Paper Money dat hij heeft geprint. Dus die. Uh, papieren geldjes, en uh, ja, dat vertrouwen was eigenlijk verdiend door daar een onderpinning van ja, kolen, ertsen en land onder te zetten, maar vooral het vertrouwen in zijn bedrijven. Hij is natuurlijk wel, via een wetmatigheid, dat vertrouwen aan het opwekken. Hij is wetten aan het zetten, regels aan het zetten, om mensen te verplichten om dat geld, dat papiergeld, te gaan uh, gebruiken. Dat is in essentie de start van het Fiat Hamsterwiel. Nu, dat, um, dat overnemen van die schuld, die, um, moet ik het zeggen, zijn eigenlijk een, een aantal, ja, gingen een aantal zaken veroorzaken. Dus uh, het is wel zo dat er dus in een land waar alles in het slop zit, opeens iemand opduikt en eigenlijk die schulden overneemt, maar ook. Ja, het vertrouwen herstelt door papiergeld in te voeren. Um, dit is de rue Quantempola, uh, waar de bank Royale was gevestigd. Dit is natuurlijk een uh, moderne foto daarvan. Maar daar zijn wel rare taferelen gebeurd. Een, uh, een schilder uit die tijd maakt dit soort tafereel mee, waar dus in diezelfde straat enorm veel mensen met die uh, papiergeldjes aankomen en uh, ja, beginnen ruilen. En ze ruilen van alles om. Maar op een bepaald moment zijn er ook een paar hele rijke Parijzenaren en uh, herenboeren en baronnen die zeggen: ja, ik wil vroeg of laat mijn winst wel eens verzilveren. En in dit geval was dat Louis Dors krijgen. De bitcoin van de tijd. Dus um, toch nog even zeggen: er uh, gebeuren rare taferelen in die straten, namelijk um, ja, bijvoorbeeld. Er komen een aantal mensen nogal dronken. Naar zijn raam waar hij woont en naar zijn woning. En ze roepen eigenlijk van ja, geef ons nog een rondje te drinken, en dan gaan wij nog wat meer bieden op uw stocks, op uw aandelen, en dan gaan die nog eens in prijs omhoog. Um. Er zijn ook mensen die dus effectief heel veel beginnen te gaan uh, in pand geven, juwelen en zo verder, om te kunnen kopen. En er zijn ook uh, Belgische en Duitse traders die toevallig in Parijs zijn, die deze gekheid meemaken. En uh, ja, eigenlijk ook iets dat ze eigenlijk twee dagen geleden hebben gekocht op papier, in prijs zien omhoog gaan en dan omruilen naar goud en ermee uh, wegrijden. Dus uh, Frankrijk is op deze manier ook heel veel goud verloren. Uh, dit is eigenlijk wat er op de duur gebeurt. Hij zet ook een uh, fixed price op een bepaald moment. En ja, dat is eigenlijk het begin van het einde. Op uh, 5 mei gaat hij zeggen: van ja, kijk, uh, om dat vertrouwen te blijven opwekken. Want ja, dat kan niet eeuwig duren. Er zijn mensen die vragen blijven stellen, maar ook zeggen: um, ik wil eigenlijk mijn goud. En hij zegt: van ja, kijk, we zetten het hier op 9000. En dan uh, ja, is er eigenlijk een, uh, gelimiteerde ge een gelimiteerd gebruik gezet voor goud- en zilveren munten, omdat hij natuurlijk het, uh, het papiergeld wil boosten in gebruik. En uh, uiteindelijk gaat hij zelf beginnen spelen met al die regels, uh, oneindig eigenlijk. Uh, natuurlijk, hij print ondertussen ook nog bij wat de inflatie omhoog doet gaan. We zitten op dat moment op 20% inflatie maandelijks. En John Law ja, die zit eigenlijk een beetje in, uh, in een rare situatie, want hij is eigenlijk de eerste echte centrale bankier. Hij moet regels beginnen zetten in een omgeving die hij niet kent, want hij was een pionier daarin. En wanneer je vaste prijzen begint te zetten, uh, terwijl dat je ook nog bijprint en inflatie uh, in je gezicht krijgt, ja, los het maar allemaal op. Het is niet makkelijk, want ja, die. Uh, die governmentele taken die er zijn, daar waren ze eigenlijk niet klaar voor. Men. We wilden dat allemaal wel doen? Men wilde dat stabiliseren, men wilde die schulden overnemen, maar we wilden ook tegelijkertijd het vertrouwen blijven opwekken. En we zien hier allerlei um, mechanismen bij elkaar komen waar men toen voor het eerst echt mee geconfronteerd werd op een systematische centrale bank manier. Moet je er ook nog bij denken dat op dat moment. De zwarte pest uitbreekt in 1721 in Parijs, wat natuurlijk ook nog eens een economische impact heeft op de echte economie, op de werking, op mensen die met skills effectief iets maken en niet alleen zitten traden. Dus men werd aan twee kanten aangevallen: grote inflatie, vertrouwen dat wegslipt en een ziekte die rondwaart. Uiteindelijk gaat hij quota introduceren, wat natuurlijk ja, bij het publiek helemaal argwaan begint te wekken. Op dat moment gaat hij nog eens een paar miljoen livres bij laten printen. En ja, dan gaat het eigenlijk helemaal uh, neer. Moeten we ook nog bijzeggen dat die Louis d'Or zijn waarde behoudt. En zelfs tijdens de Franse Revolutie nog altijd werd vertrouwd. Ondanks dat daar het hoofd van een koning op stond, die al uh, lang overleden was, zullen we maar zeggen. Maar um, die Louis d'Or vandaag is nog altijd een 850.000 euro waard. Ah, 1 miljoen euro waard. Als je er een uh, in mint condition zou vinden. En die zijn zeer, zeer, zeer zeldzaam, omdat tijdens de Franse Revolutie die meestal werden omgesmolten. Dus om maar te zeggen, ik vind het eigenlijk poetic justice dat er zo'n Louis d'Or nog altijd vandaag eigenlijk waarde blijft stijgen. Nu, dan komen we bij de collapse, eigenlijk het ineenzakken van dat systeem. Um, nu, de insiders, de mensen die daar meer van wisten, die effectief de shipments in doog hielden, de havens enzovoort, die gaan eigenlijk ook een beetje paniek beginnen zaaien, al dan niet terecht, om te zeggen van kijk, daar in Mississippi, ja, dat loopt wel niet zo slecht, maar um, de voorspelde en beloofde weelde die daaruit zou komen, dat is eigenlijk maar een schijntje uh, van wat die man daar zei. Nu, uh, deze criticasters werden vaak ook aangepakt en die werden soms naar kampen, naar werkkampen gestuurd uh, in Mississippi om daar ja, op het project te werken waar ze kritiek op hadden. Uh, velen zijn daar ook uh, aan gestorven. Nu, ja, hij probeerde meer kapitaal te injecteren in dat systeem. Hij begon ook uh, bepaalde kleinere bedrijven uh, ja, bij elkaar te voegen om efficiënter te werken. Maar op dat moment was dat eigenlijk al allemaal. Uh, ja, een maat voor niets. Het, uh, het vertrouwen in heel dit systeem ging eigenlijk zeer snel achteruit. En op een duur um, kon je dat eigenlijk nog maar omruilen voor 30% van de face value. En dat natuurlijk um, ja, veroorzaakte onrust, om het zacht uit te drukken. Nu, men heeft dan ook die fixed prices gaan invoeren, maar dat kwam allemaal te laat. En ja... Op een bepaald moment is er een nobel, een baron, die zegt van kijk, boeren, ik ga nu naar Parijs mijn papieren omruilen voor goud, kom allemaal mee. En die man die trekt met een kolonne, zullen we maar zeggen, en met een klein gevolg van zeer fanatieke mensen naar Parijs, gaat naar die banken in de rue Quantemplat en zegt van kijk, we gaan hier ons papieren omruilen voor goudmunten. Nu, die banken geven hem wel iets, maar niet veel. En hij komt naar buiten en zegt op een bepaald moment tegen die mensen: Kijk, als ik als een van de rijkste mensen van Parijs. Dat zelfs niet krijg, uh, ja, wat moeten jullie dan uh, ooit nog verwachten? En daarop gaat er eigenlijk een, uh, een soort van bankrun ontstaan, waar iedereen zijn papieren tegelijkertijd wil gaan omruilen. Die bankiers ja, die lopen eigenlijk weg, want die zeggen: ja, We hebben niks, we kunnen u niks geven, het is voorbij. En daar zijn ook doden gevallen. Er zijn een aantal bankiers, ik geloof een stuk of acht of twaalf, kun het nu kwijt zijn, uh, die in die chaotische omstandigheden en in die uh, opstand. Omkomen. Nu, wat doet het Parlement van Parijs? Ja, wanneer er daar chaos of oorlog of uh, uh, opstand is, die vluchten weg. En die gaan eigenlijk proberen van elders de situatie onder controle te krijgen. John Law zelf, die wordt meteen ontslagen als minister van Financiën. En die wordt eigenlijk een beetje als zondebok opgeofferd. Hoewel dat ze uh, vanuit het parlement hem altijd wel steunde toen het veel geld opbracht. En toen hij hun schulden overnam, dan was hij een hele goede uh, meneer. Maar uh, van zodra dat systeem in elkaar begint te klappen, uh, ja, wordt hij natuurlijk uh, de zondebok bij uitstek. John Law uh, ziet maar één uitweg, vluchten, en hij gaat met een bepaalde mevrouw de Prie, die enorm veel geld door hem had verdiend, gaat hij in 1723 uh, weg. En hij had uh, natuurlijk ondertussen wel wat, uh, moet ik het zeggen, vijanden gemaakt. Hij gaat trouwens regelrecht naar Brussel, waar hij rustig een opera bij woont. En praat met zijn vrienden. En um, hij gaat eigenlijk uh, ja, een beetje door Europa heen. Hij duikt op in Frankrijk terug. Hij, um, hij gaat ook even naar Londen. Maar uh, uiteindelijk sterft hij en gaat hij door zijn. Uh, ja, hij, hij is ook goed bevriend met een aantal mensen uit de Jezuïtenorde. En hij uh, sterft rustig in zijn bedje. Uh, zijn uh, zon, zoon die was 15 jaar oud op dat moment. En uh, die gaat wel terug naar Frankrijk. Nu, William Law, zijn zoon dus, die uh, gaat dood in 1734. En uh, dan pas kwam het uit dat er 81 kisten met echte waarden waren achtergebleven. Michelangelo's, Rubens, schilderijen, uh, Leonardo da Vinci-tekeningen, Raphaël verder. Dat zit daar allemaal in. Uh, daar is ook nog een hele historie over. Ze proberen dat over te brengen. Men gaat het dan uh, restaureren. Uh, ik zeg dit erbij omdat John Law heel goed wist wat waarde was. En hij wist bijvoorbeeld van: ik steek hier in een aantal kisten uh, ja, schilderijen die toen al wel naar waarde werden geschat, en uh, die zijn overgebleven als echte waarde. Zijn droom om een landbank uit, te, uit de grond te stampen, eigenlijk letterlijk en figuurlijk, um, die. Um, zou dan gebakt worden met ja, bruikbaar papiergeld, maar met als onderliggende waarde het goud en het land. En um, dat werd eigenlijk wel uitgevoerd later, maar pas tijdens de uitlopers van de Franse revolutie. Voor de mensen die daar meer over willen weten, hier is een uh, heel goed boek over John Law en de tijdlijn die je rustig kan bekijken. Ook er zijn hier nog interessante dingen gebeurd na de Franse Revolutie, waar men ook weer nieuw geld moest gaan uitvinden om die eerdere schulden te gaan terugbetalen. Dus we hebben eigenlijk een hele historie waarvan zodra dat men eigenlijk dat papiergeld introduceert, de problemen blijven oplopen. Nu, Ladi heeft eigenlijk een eerste centrale banksysteem opgericht en op die manier. De eerste soort van draai gegeven aan het Fiat hamsterwiel. En normaal gaan zulke scams of zulke oplichterijen of zulke schema's, want het zijn niet altijd pure oplichterijen, maar gewoon een schema, gaan die na één toertje uh, dood. Maar um, de truc hier, want als al het geld in alle echte waarde weg is, ja, dan is het gedaan natuurlijk. Maar de truc hier was om het elke keer opnieuw te herstarten. Net zoals in China, wanneer er een nieuwe keizer aan de macht komt, gaat men een nieuwe stempel zetten, met een andere naam, een ander tekeningetje. Met dit papiergeld komt dat ook. Tijdens de Franse revolutie had men door van, ja, we gaan meer taksen heffen, we gaan ander geld printen, met andere hoofdjes erop en andere opschriften, en dan is het wel weer in orde. En men gaat dus die cyclus herstarten. En elke keer gaat men eigenlijk die onderliggende beloftes gaan aanpassen. We gaan hier een vergelijking maken tussen John Law's zijn fiat geld, zijn papiergeld, en de eurozone fiat. John Law, in snel tempo. Um, het is onderpind, of onderliggend zit er land, geld, uh, goud bedoel ik, en uh, de belofte om uh, later meer van de resources uit uh, de Mississippi Area te halen. Het is op papier, het kan eindeloos bijgeprint worden, wat hij ook deed, met de miljoenen erbij. En het veroorzaakt hoge inflatie. Er is geen overzicht eigenlijk, een echte regularisatie buiten wat hij zelf bedacht en zijn vrienden bedachten. Maar het is niet op een systematische, doordachte manier gebeurd op voorhand. En het vertrouwen werd eigenlijk door de vrije markt gezet, maar ook door de. Later dan door de wetten die hij uitvaardigde en door de regels die hij uitvaardigde. En dan in een later stadium ook uh, ja, gedwongen. Wanneer je het niet wou gebruiken, ja, dan kreeg je problemen. En het resultaat was uh, meer taxatie voor de burgers als uh, het uiteindelijke stoppunt. Bij de eurozone papiergeld, fiatgeld en digitaalgeld. Het is onderpind door beloftes van de overheid, maar niet door goud of land. Het zit in een databank of op papier met een eindeloze uh, bevoorrading. Hoge inflatie tot gevolg, tenzij men de regels aanpast. Er is overzicht. Heel veel zelfs. De regulering en de nieuwe wetten en de regeltjes worden ons om de oren geslagen elke maand. En er is ook een eindeloze supply of voorraad aan die regeltjes. Er zijn 3.800 mensen in Frankfurt bij de ECB alleen al bezig met die regeltjes, waar John Law eigenlijk met een handjevol mensen was. Het vertrouwen tegenover zijn systeem van John Law, het vertrouwen bij de ECB, wordt gewoon opgezet door de wet. Men moet dat aanvaarden en men moet dat als betaalmiddel aanvaarden. En het eindresultaat is meer tax voor de burgers en meer inflatie uh, als eindresultaat. We gaan dat even vergelijken met de, build, uh, met de Bitcoin non-fiat non fiat standaard. De Bitcoin non-fiat standaard. Bitcoin is uh, onderpind door zichzelf als hard money. Het is niet confiskeerbaar, niet breekbaar, gedecentraliseerd, onrelbaar, permissieloos. Durable, niet versluidbaar en zeer portabel, natuurlijk, maar vooral wiskunde gebaseerd. Het is digitaal verifieerbaar en digitaal schaars met een eindige supply, geen oneindige. En het is voorspelbaar, wiskunde gebaseerd. Qua inflatie We weten perfect hoeveel bitcoins er wanneer en hoe in omloop komen. Dus geen eindeloos geld bijprinten. Er is geen overzicht door een persoon, maar door een netwerk van participanten, de noterunners en wiskunde. Dus er is niet één persoon die zegt: Van oh, ik ga eens even checken hoeveel bitcoins er zijn en of die allemaal wel legaal zijn. Het netwerk zelf doet dat. Het vertrouwen is niet opgelegd van bovenaf door een wet. Er is geen wet die zegt: jij moet nu Bitcoin cool vinden en gebruiken. Maar er is ook geen wet die zegt: je mag Bitcoin niet cool vinden en gebruiken. Bitcoin is trustless. Je kan eigenlijk dat gebruiken als je dat zelf wil. Um, je moet het ook niet vertrouwen, want het is wiskunde. Wanneer een Bitcoin wordt overgeschreven, kan je perfect verifiëren, net zoals bij een Louis-door, of die echt is of niet. Het netwerk doet dat ook. En. Op die manier is vertrouwen opgewekt door wiskunde. En Bitcoin gaat natuurlijk u geen tax heffen. Bitcoin vraagt u geen 60% van wat u opbracht deze maand. En uh, ja, eigenlijk niemand kan dat binnen Bitcoin doen. Uh, overheden doen dat wel natuurlijk. We gaan even kijken hoe dat hamsterwiel eigenlijk draait. Uh, een concreet voorbeeld uit België: de Belgische frank vroeger of andere fiat. Ging naar nieuwe Belgische frank in 1946, na de Tweede Wereldoorlog, werd er met Operatie Good een 30% devaluatie geforceerd. Je moest effectief 30% afgeven van je fiatgeld. Allee, je fiatgeld ging je volledig afgeven en je kreeg um, voor twee derde van die waarde nieuw fiatgeld terug, nieuwe Belgische franken terug. Daarna kwam de EQ, veel verder uh, in de toekomst. Daarna de euro en misschien wel de CBDC en ja wat komt daarna ook weer een nieuw iets natuurlijk. Dus we zien hier eigenlijk om de 20-30 of om de 20-80 jaar eigenlijk dat die cyclus zich gaat herhalen. Uh, bij de Franse Revolutie was dat over, dat draait maar rond en rond. En Bitcoin is hier eigenlijk de finale stop, de finale turn, um, want je kan geen centraal systeem hebben, zoals John Laws' systeem, om eindeloos te speculeren en te printen en de supply en de vraag en aanbod en prijszetting te gaan overzien en af te dwingen met een wet. Um, bij bitcoin is het gewoon van ons en gedaan. Ik noem dat de need regel New fiat, impose trust, dus uh, vertrouwen opwekken. Meer schulden, regels, oorlogen, stimulus, fraude, noem het maar op. Dan gaan ze als antwoord print more fiat doen om voor al dat ding te betalen. En dat veroorzaakt social unrest, dus inflatie, social unrest, gebroken vertrouwen, nieuwe regimes die opduiken, nieuwe regels. En dan uiteindelijk gaat dat nieuwe regime zeggen, we gaan een nieuwe fiat uitvinden. En dan gaan we daar vertrouwen in geven door allerlei maatregelen, meer schulden en zo verder. Niet pi. Um, Frankrijk zelf trouwens heeft heel dit debakelen met John Law opgelost door gewoon meer taksen te beginnen heffen, meer devaluatie te krijgen. En op die manier draait dat maar rond en rond. Zo'n hamster kan zich na een tijd, want er zijn natuurlijk vele icoontjes die daarin meedraaien, de vraag stellen. Moet ik hier blijven rondlopen met consumer tokens voor altijd maar minder en minder waarde? En ik zet hier nu met opzet allemaal uh, icoontjes van bekende merken, maar even goed kunnen we hier icoontjes van bijvoorbeeld altcoins, shitcoins en noem het maar opzetten, of banken, of uh, fiat munten overheen de wereld, omdat eigenlijk het systeem hetzelfde is. Je krijgt altijd iets terug, maar altijd elke turn minder en minder waarde. Wat, zegt zo'n Amsterdam, what if I stop running for more and more fiat symptoms? Wat wanneer ik zou stoppen met rond te draaien in dit uh, hamsterwiel om altijd maar meer en meer fiat-symptomen te krijgen? Op 3 januari 2009 stopte dat eigenlijk met draaien, dat hamsterwiel. Want we hebben geen CBDC nodig, geen Central Bank Digital Currency, als de digitale versie van de 1720 Bill de um, Want we hebben... Vertrouwen zonder kolonisatie, zonder gokken, zonder corruptie, zonder nepotisme, koningen, keizers en zonder fractional reserve banking. Wij hebben dat vertrouwen al sinds januari 2009. Zo'n hamster krijgt dan twee laser eyes in oktober 2024, want wij hebben eigenlijk al een permanente beschikbare digitale perfecte Louis-d'Or in digitale vorm. Gedecentraliseerd. We moeten dus niet switchen van ene fiatcoin naar de andere, elke dynastie en elke koning die zijn eigen stempeltje erop zet. We hebben dat hamsterwiel zelf ook niet meer nodig. We hebben dat papieren schuldgedoe ook niet meer nodig. Geen altcoin afleidingen, geen. Uh, beloftes van fiat geld of verre beloftes in de toekomst van iets dat via fractional reserve iets gaat opbrengen of een equivalent zijn voor onze waarde. We hebben dat programmeerbare sociale controlecoinsysteem van de CBDC niet nodig, waar ze eigenlijk. Kermis-vouchers gaan digitaliseren. En met permissie mag je die dan misschien gebruiken. Volgens de regeltjes die zij zetten, met vervaldatums en noem het maar op. Dat hebben we allemaal niet nodig, want dat zijn eigenlijk allemaal de spoken van John Law in andere vormen. We don't need John Law's ghosts. There is Bitcoin. En dat was hem. There is no need for John Law's ghosts. There is Bitcoin. En je ziet hier een hele hoop fiatgeld opbranden want eigenlijk als een phoenix uit de rook staat bitcoin op met dank